Hi, ik ben Carlijn Aerts. Per 1 januari van dit jaar ben ik gestart bij het Sint Anna in de functie van hoofdzorgcontrole. Wij houden ons onder andere bezig met de inrichting van de HT, dus horizontaal toezicht met de zorgverzekeraars. En ook alles op het gebied van wet en regelgeving en de registratie daarvan. Zo, net de kindjes naar school gebracht. Dus lekker op het fietsje zijn we nu weer op weg naar huis om te starten met het werk. Een bakje muesli en een kopje thee. Ik neem jullie even mee hoe mijn werkplek eruit ziet. Ik heb op onze slaapkamer een broodje neergezet. Dat heb ik bij mijn ouders weer van mijn vroegere tienerkamer afgehaald. Om in elk geval goed thuis te kunnen werken. Zoals als de kinderen thuis zijn, dat ik dan in elk geval boven op onze slaapkamer kan zitten en goed kan werken. Nou, hoe ziet mijn werkdag voor vandaag eruit? Vanochtend ben ik begonnen met de dagstart met mijn team. Daarna heb ik nog calls gehad met de zorgverzekeraar, omdat wij bezig zijn met horizontaal toezicht. Hoe hou je contact met elkaar? Hoe hou je die onderlinge contacten in elk geval, die verbindingen goed? Hoe ik het in elk geval binnen mijn afdeling heb ingeregeld, is dat ik elke ochtend rond 9:00 starten met een dagstart met het team. Waar wij met elkaar inderdaad vragen van hoe gaat het, hoe voel je je, zijn er bijzonderheden? Maar ook wat is inderdaad je werkvoorraad, wat heb je gisteren gedaan, is het gelukt allemaal, heb je hulpvragen? Om op die manier in elk geval de verbinding met elkaar te houden. Om ook op een andere manier de verbondenheid met het team te houden, hebben we ook een groepsapp opgericht. Die heet ook Flauwekul. Dus daar, het woord zegt het al, er wordt echt van allerlei dingen op gedeeld. Maar dat is ook wel een leuke manier om met elkaar in contact te blijven. Aan het begin van de corona waren wij echt wel zoekende naar onze balans. Mijn man die moet ook verplicht thuiswerken van zijn werkgever. Nou, op een gegeven moment werden de kinderen die niet meer naar school hoefden en de kinderdagverblijven die gesloten werden. Dus je merkt, het is dan echt wel even zoekende van hoe ga je die balans vinden. Dus je bent dan niet alleen maar werknemer, maar je bent ook in één keer wordt je juf en opvang. Noem het maar op in elk geval. Iedereen is uit zijn normale structuur. Dus dat heeft wel enig aanpassingsvermogen, vergt dat voor een ieder. We hebben ook wel hilarische momenten. Mijn man die zegt wel altijd tegen mij van, ik ga wel in de toekomst een nieuw thuiswerkmaatje of collegaatje zoeken. Want hij vindt mij niet zo verzorgend. Dus ik moet ook zeggen, ik krijg van hem vaker koffie, thee en fruit, cake, noem het maar op. Ik word in elk geval thuis wel heel goed verzorgd door mijn man. Ik denk als je het andersom vraagt, of ik weet het wel zeker, dat hij dan zoiets heeft van, weet je wel, zij mag wel wat meer in de zorgmodus komen. Maar goed. Mijn werkdag zit erop. Ik ga in de tuin genieten van een boekje en van onze vissen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei doei!